is 10 september, het wijnfeest. Wat hebben jullie het weer grandioos aangekleed. Ja, ik moet zeggen, ik ben er zelf ook wel heel blij mee. We hebben er ontzettend veel werk mee gehad. Het was hopeloos met het weer, met de voorbereidingen. Gisteren stonden we nog te hozen en water af te leiden. Maar ja, dit is wel een feestje, absoluut. Ja. Als je naar de weerkaart kijkt, zeg maar tussen de buien door, is precies zondag vandaag een mooie dag. Ja. Nou, dat hadden we wel even nodig na de stortvloed van vrijdag. En het is helemaal goed gekomen, ja. En jullie hebben het geweldig aangekleed. Ja, we hebben gewoon, we hadden de markt iets kleiner dit jaar. En omdat we toch al vaker met regen in de weer waren. En dan was het toch heel erg pas en meet van waar gaan we nu met onze kramen naartoe. Dus we hebben een iets kleinere markt, maar wel heel divers. Echt hele leuke kunstdingen. En allemaal op de verharding. Dus daar konden we nu ook gewoon prima mee uit de voeten. En we hebben natuurlijk de koks die weer staan te koken met de lekkerste hapjes. Die staan binnen. En helemaal een doorloop door de schuur zo naar een nieuw wijnterras. Zo van, om toch meer de beleving nog van de wijngaard erbij mee te nemen. Dus mensen kijken gewoon meteen op de wijngaard. En daar gebeurt het natuurlijk allemaal. Ja, maar jullie zijn een wijnhoeve. Het is vandaag het wijnfeest. Maar naast wijnhoeve zijn jullie ook zorghoeve. Ja, we zijn ook zorgboerderij. Dus we hebben ook mensen die zich... dan is dit natuurlijk wel een hele leuke dag om jullie te oriënteren. Terwijl morgen is het natuurlijk weer gewoon maandag. En moeten we de normale gang van zaken en de draad weer oppakken. Maar het is wel een leuke kennismaking natuurlijk. Voor mensen die belangstelling hebben en op zoek zijn naar een plek voor een leuke dagbesteding. Ja. Maar goed, het is vandaag dus wijnfeest. Hoe is het met de wijn? Hoe is het met de druif? Ja, druiven hangen er echt gewoon super goed bij. Maar het is wel heel erg spannend hoe het zal gaan. Zo van met alle regen. Zo, het is nu goed gegaan. Maar de druiven zijn heel zoet. Er zit veel suiker in. En suiker trekt natuurlijk vocht aan. Dus op het moment dat het heel hard regent, die druiven die zuigen zich vol. En een groot risico waar we nu de komende tijd mee te maken hebben, is dat die druiven gaan barsten als er te veel water valt. Dus we duimen wel dat allemaal goed gaat komen. Ja. Tot nou toe gaat het nog goed. Ja, tot nou toe gaat het nog goed. Ja, ja. Maar jullie hebben de laatste tijd ook veel belangstelling gehad. Ik zie jullie heel veel in de publiciteit. We hebben weer prijzen gewonnen. Dus dat is natuurlijk ook weer een reden voor publiciteit. Ja, dat is natuurlijk altijd leuk. We hebben tijdens de wijnkeuring der Lage Landen hadden we een zilveren medaille en 3 bronzen medailles. En binnenkort komt de uitslag van de wijnkeuring uit Wenen. Austria Wine Challenge, Vienna. Dus allemaal weer afwachten wat het gaat brengen. Dus misschien kom je ons nog wel weer tegen.